Voor hun hotel in Montecatini Terme rijden de jongens van het Rabo Development Team zich warm voor de WK-ploegentijdrit. Het wordt een bijzondere rit, want de opleidingsploeg start tussen alle grote pro-continentale en pro-tour teams. Spannend dus. Nou, in principe gezonde spanning mag altijd en de focus is goed. Alleen ja, ze weten ook dat het gewoon een goede leerschool is vandaag en dat ze veel ervaring gaan opdoen. En we hebben ook geen concrete doelstellingen gesteld en we hopen gewoon dat ze met z'n zessen gewoon het maximale geven. En de opdrachten en afspraken die we hebben gemaakt, dat ze die goed uitvoeren. En als dat lukt, dan zijn we gewoon tevreden. En dan mogen die jongens ook terugkijken op een geslaagde rit. En een geslaagde rit werd het zeker. De jonge ploeg zette bij de finish de tot dan toe snelste tijd neer. Jasper, Lennart, Mike, Martijn, Rick en Ruben mochten dus plaatsnemen op de hot seats. Dat we snelste zijn van de jongens die allemaal voor ons zijn gestart, dat is alvast heel wat. Ik beloof toch, of in ieder geval wil toch zeggen dat we hard gefietst hebben. En we worden onderweg de tussentijd en begin hielden we zelfs nog gewoon wild de ploeg achter ons. Dus ik denk wel echt een nette prestatie van ons zessen. Hoe is dat om hier te rijden in dat veld tussen die World Tour ploegen? Ja, dat is natuurlijk wel speciaal dat je hier nu zit en dan zie je zo een tussentijd en dan is de Rabank daar gewoon heel kort tussen die grote ploegen. Dat is wel, wel iets unieks, wel iets heel speciaals en heel mooi. En vooral als het dan zo goed gaat eigenlijk. Ja. Nou, mijn zes mag finish zijn, dat wil wel zeggen dat we gewoon een goede trein waren vandaag, om het zo maar te zeggen. En, allemaal vrij even sterk zijn, dus heel tevreden mee. Ja, je zit gewoon lekker op de hot seat. Nou, blijf nog lekker even zitten volgens mij, hè? Ik hoop het wel, ja. Dat zou heel mooi wezen. En dat gebeurde ook. De een na de andere grote ploeg reed voorbij en kwam niet aan de tijd. Het waren de profs van Vakansolei die als eerste sneller waren dan de jongens van het development team. Uiteindelijk werd de ploeg 19e, sneller dan alle continentale en pro-continentale teams en sneller dan AG2R, een pro-tour ploeg. Ik had ook echt op die stenen van, jongens, het moet harder. En dus kan er vrolijk uitgefietst worden. Ploegleider Arthur van Dongen was blij verrast. Dat hadden we vooraf niet helemaal verwacht, omdat we zeker ook niet op oorlogsterkte hier zijn. Want iedereen weet dat Dylan van Baarle morgen voor het wereldkampioenschap individueel tijdrit van start gaat. Maar dat is des te meer een groot compliment aan de jongens, want ze hebben het fantastisch goed gedaan. De jongens zijn hier behoorlijk wat ploegen de baas. Wat betekent dat? Ja, ik denk dat betekent dat we een hele mooie toekomst blijven hebben voor het Nederlandse wielrennen. Afgelopen jaar natuurlijk ook al fantastische resultaten met de profs gehad. De jongens die allemaal uit onze opleidingploeg voortkomen. En ik denk dat het er goed uitziet voor de komende jaren ook.